De robots komen, artificial intelligence komt. Zijn wij over 30 jaar allemaal werkloos? Aan de ene kant zie je dat de banen met veel routine, dat die langzamerhand wel aan het verdwijnen zijn. Ik ben hier op het MKB Ondernemerscongres en ik heb met een aantal ondernemers afgesproken om te praten over een heel belangrijk onderwerp, namelijk personeel. En ik sta hier met Hildert Huytema, hij is manager bij Randstad. En met hem praat ik over de arbeidsmarkt van de toekomst. Hildert, eerst even terug in de tijd. Ja. 10 jaar geleden, hoe kwam ik aan mijn mensen? We hadden hele slimme mensen in kantoren zitten die aan het kijken waren naar wie is hier geschikt, wie heb ik daar. En die matchen we persoonlijk aan elkaar. Er kwam heel weinig technologie bij kijken. Ja. En dat is nu wel anders. Ja, is het nu echt anders? Ja. Ik heb het gevoel nog steeds dat er gewoon een databank is en brrrt, dat. Ja, je zag eigenlijk dat echt wel een databank was. Maar dat je nu kijkt, we gaan veel verder kijken. We kijken naar de hard skills, we kijken naar de soft skills. En we ontleden eigenlijk een vacature compleet. En aan de andere kant kijk je eigenlijk ook van, goh, welke competenties hebben mensen nou? En je gaat dus eigenlijk op veel meer punten kijken hoe matcht een bedrijf bij een kandidaat. Ja, het verleden is helder. Neem mij even mee in de toekomst. Ja, we gaan straks slimmer mensen zoeken door echt gebruik te maken van alle technologie die er is. Dus we merken nu al dat we bezig zijn met deep learning, we zijn bezig met neural networks. Dat is allemaal heel veel technologie. Ja. En dat is enorm spannend. Maar we merken ook, zeg maar, dat aan de andere kant de invloed van de mens nog steeds super belangrijk is. Want als jij kandidaten wil krijgen, dan moet je ze ook echt overtuigen om voor jou te komen werken. Dus je kan ze eerst al vinden met de technologie. Maar daarna dat gesprek, die klik van wil ik voor jou werken, vind ik jou een interessant bedrijf, vind ik jou een leuke baas. Dus echt mensenwerk. Ja. Af en toe hoor ik wel eens de robots komen, artificial intelligence komt. En niet alleen, laten we zeggen, de hele automatische banen achter de fabrieksband verdwijnen. Ja. Maar ook gewoon banen van jou en mij. Ja. Is dat echt zo? Zijn wij over 30 jaar allemaal werkloos? Nee, gelukkig niet. Wat je ziet eigenlijk is dat we aan de ene kant zie je dat de banen met veel routine, dat die langzamerhand wel aan het verdwijnen zijn. Dat kan door robotisering komen, het kan door automatisering komen. Maar zeg maar de banen waar creativiteit voor nodig is, waar empathie voor nodig is, of waar echt specifieke skills als kapsters of zeg maar tuiniers voor nodig zijn, die blijven echt gewoon door en doorgaan. Maar waar ik ondernemers graag vaak op uit wil dagen is, juist in het MKB zie je dat mensen een beetje soms bang zijn voor die technologie. Terwijl technologie als bijvoorbeeld robotic process automation, waarbij je eigenlijk een klein procesje... Ja, robotic process automation is eigenlijk... Robotic process automation? Ja, dat is eigenlijk software die je toepast om een klein proces te automatiseren. Je ziet gewoon dat bijvoorbeeld soms een ondernemer zegt, ik moet een contract maken. Dat is 16 keer klikken en dan moet ik het daarheen slepen. Als je dat één keer voordoet aan de computer, dan kan die het vanaf dan, kan die het zelf. Ah, ja. En dat zijn best simpele technologieën die je als ondernemer supergoed kan toepassen. Even, al die moeilijke woorden. We zitten hier ook gewoon met ondernemers die brood bakken, die een loodgieter zijn, die een kapper zijn. Of gewoon simpele bedrijven, wat niet heel veel met computers te maken heeft. Ja. Heb ik daar dan iets aan? Ja, ik denk het wel. Want als jij als ondernemer dan nieuw personeel nodig hebt, dan kun je denken van ja, ben ik hier heel erg goed in deze technologische wereld? Ja. Of heb ik gewoon eigenlijk iemand nodig die mij daar gewoon bij helpt? En als die partij gewoon wel die technologie in huis hebt, dan hoef je er zelf niks mee te doen. Mm-hmm. Maar je weet dat zij het hebben en zij het gebruiken om voor jou het beste personeel te vinden. Ja. Hey, vandaag gaat het over positief ondernemen. Ja. Wat heb jij met positief ondernemen? Ja, positief ondernemen, dan denk ik aan zeg maar de beste mensen kunnen zoeken. En dan heb je ook echt de positieve mensen nodig die het verschil gaan maken in jouw bedrijf. Zeggen wel eens, zeg maar, een bedrijf, dat is echt maar de echte waarde van het bedrijf, dat zit hem in de mensen. En niet in het pand of in de machines, weet je. De mensen die maken echt zo'n bedrijf. Zonder de engineers van Google zou Google echt gewoon niks aan. Ja. Mensen maken de business. Ja. Dankjewel. Ja. Mooi.